Hoe vaak zit jij jezelf in de weg? Nou, om eerlijk te zijn, ik zit mezelf vaak in de weg en doe soms dingen die niet in lijn zijn met de doelen die ik gesteld heb. Zo probeer ik zo gezond mogelijk te eten, genoeg te bewegen, veel te sporten en weinig te snoepen. Maar soms heb je van die dagen, op een of andere manier, lukt het allemaal niet. Nou, bewegen, dat is redelijk hard ingeslepen bij mij, dat lukt meestal wel. Maar dat gezond eten, ja, ik eet heel veel gezonde dingen op een dag en eet rustig een hele zak wortelen op in plaats van dat ik allemaal zoetigheid naar binnen werk. Maar soms heb je van die dagen, dan wil het niet, dan lukt het niet. En het enige waar je aan kan denken is dat ene suikerrijke of ongezonde ding wat je in huis hebt liggen, wat je wel in huis hebt gehaald om een of andere reden, maar dat gaat niet meer je hoofd uit. En het enige wat je eigenlijk je hoofd de hele tijd zegt is, pak het. Pak het. Je wil het. Pak het, pak het, pak het. Nee. En dan meestal denk je, nou, ik pak er één. En dan, nou ja, bij mij is meestal, nou, ik ben blij dat het nu niet per se pepernoten of paaseieren tijd is. Want, niet op kantoor ben. Want wat je vaak zag, hè, dan denkt iemand heel aardig te zijn, die neemt dan zo'n zak pepernoten mee, die vult dan zo'n pot en niemand wil die pot op zijn bureau hebben. Niemand. Waarom niet? Ja, je zit, je bent bezig en ik ben gewoon een snaaier, dus alles wat voor me staat, als ik een bak wortelen voor me zet, eet ik die bak wortelen leeg. Ik ben dan gewoon aan het eten, niet per se uit verveling, maar dat gewoon, er staat eten voor me, dus ga ik eten. Dus voor mij is de beste methode om niet te snoepen, is niet eten voor mijn neus neer te zetten. Altijd heel interessant bij verjaardagen en zo, dan krijg je altijd die bakjes. Ik zag het laatst ook bij een verjaardag. Mijn oudste zoon, die liep er ook rond en op alle tafeltjes stonden bakjes met snoep. Dus, een snoepje pakken. Ja, nou, nog eentje. Toen dacht ik, oké, dit gaat wel heel snel. Dus ze zetten een bakje weg. Maar ja, dan loopt hij naar een ander tafeltje, komt hij daar langs. Of heb je een leuke tante die zegt, goh, wil jij een snoepje? En dan later een opmerking maakt, dit herinner ik me nog heel scherp, een opmerking maakt, ja, het is aan de ouders om op te letten dat hem met het snoepen, daar ga ik mij niet druk om maken. Waarop mijn antwoord was, ja, als ouders proberen op te letten en bakjes wegzetten, zodat hij niet constant snoepjes pakt. En dan lieve tantes vragen, hey, wil je nog een snoepje? Ik heb nog wel wat meer liggen. Wordt het voor ouders ook wel heel moeilijk om erop te letten. Want ja, zo'n kind denkt, lekker, ham, 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 ham. Die heeft ook niet echt een rem, dus die snoept maar door. En dat is dus het moeilijke. En dat is waarom je soms dingen doet die je eigenlijk niet wil, die niet in lijn zijn met jouw kernwaarden. Dus ik wil eigenlijk heel zo gezond mogelijk leven, zo fit mogelijk zijn. En nou, wat ik zelf merk, is dat als ik ongezond eet, ga ik vaak ook wat later naar bed, kom ik moeilijker mijn bed uit, beweeg ik minder. Nou, je ziet al, er zit een kettingreactie aan. En dat zijn precies allemaal dingen die ik liever niet wil. Want ik wil me juist de hele dag energiek voelen. Lekker vroeg uit bed, zodat ik voordat de kinderen wakker zijn, ongeveer anderhalf uur heb voor mezelf en mijn ding kan doen. Heerlijk. Gewoon even lekker een beetje bewegen, mediteren, bepaalde focusoefeningen. Zo heb ik vanochtend even wat yoga oefeningen gedaan. Nou, heerlijk. Dan ben ik veel meer mezelf. Voel ik ook veel meer dat ik de dag aan kan. Dat ik die dingen die vandaag gaan gebeuren echt kan gaan doen. En dat is natuurlijk heel interessant. Dus voor mij is een belangrijke kernwaarde gezond en energiek. Vandaar ook deze podcast. Een van de onderwerpen die ik wel eens behandeld is gezondheid. En gezondheid voor mij is ook energie. Dus energie en een deel van je gezondheid is ook je mentale gezondheid, hè? Geluk. Dat is eigenlijk ook wat meer de tweede pijler. En de derde pijler is natuurlijk de financiële kant, financieel vrij zijn.
En ik geloof echt dat als jij aan de eerste twee blokken werkt, dat de financiële aspect gaat een stuk makkelijker. En als je in dat, hè, dat stukje geluk, hè, dat geluk gewoon meer beter ervaren, dan wordt het ook makkelijker om aan je gezondheid te werken. Want als jij in een good vibe bent, is het altijd makkelijk om dingen te doen waar je wat meer weerstand voelt. Want als jij al, hè, je hebt geen energie en je denkt, oh, ik moet de hele dag door. Nou, en je voelt een beetje weerstand, dan is het makkelijk om te zeggen, ah, ja, ik ga even niet sporten of wat dan ook. Netflix. Nice. Nee. Hè, dat gaat zo. Ja, ik heb hier eigenlijk geen zin in. En dan, ja, dan kijk je zo'n beetje rond. En bij ons staat de televisie nog in de woonkamer. Volgend huis niet meer. Maar dan zie je, en dan zie je die televisie en denk je, ah, Netflix. Ja, lekker een serietje kijken, lekker bingen. Natuurlijk zo'n serie die helemaal perfect is, dat je denkt, ik ga één afleveringetje kijken. Ja, met een cliffhanger dat je denkt, ja, maar. Nou, kennen we waarschijnlijk allemaal. Dus terug naar die kernwaarden. Dus soms heb je kernwaarden en acteer je tegen die kernwaarden in. En dat is heel interessant. Waarom doen we dat? En dat is meer omdat we het hebben. We zeggen, ja, ik wil gezond en energiek leven. En als we dat eenmaal bereikt hebben, zijn we heel blij. Maar op een ander punt in ons lichaam zegt ook, oh, nou voor mij is dat vaak zoekigheid. Of ik vind het ook wel eens lekker om gewoon een drankje te drinken 's avonds. Weet je, en dan gewoon vooral na zo'n lange werkweek even gewoon een borrel te pakken. En dan, hè, dat geeft dan een bepaalde rust. Overtuiging. Maar ja, dat zit wel tegen mijn kernwaarde. Want als ik bijvoorbeeld even wat s'avonds ga wat eten, slaap ik toch wat minder goed. Dan vaak als mijn weekend begint ook de dag dat ik extra met de kinderen doorbreng. Dus dan heb ik een papadag. En dan kost gewoon best wel energie. Een dag, ouders herkennen dit hopelijk. Een dag werken is vaak makkelijker dan een dag met de kinderen. En waarom is dat? Kinderen zijn afhankelijk en collega's, nou ja. Soms ook, ik heb wel eens gezegd, het voelt af en toe of ik op de kindercrash ben. Dat je denkt van, yo, we zijn hier allemaal volwassen. Maar, nou, dat is mijn overtuiging, dat ik af en toe denk van, och, waarom doen we allemaal moeilijk? Dan moet ik natuurlijk weer in het wereldmodel van anderen verplaatsen. Maar ja, soms heb je daar niet zo'n zin in. En dan komen we weer terug op dat gezond en energiek. Want als ik in een happy flow ben, dan een soort teflonlaagje, dan merk je het niet eens op, weet je wel. En als je even in een bad flow zit, een bad vibe zit, dan merk je al die lekkere, irritante dingen van mensen om je heen. Merk je allemaal op. En zo voed je waar je op focust. En dat vind ik dus het interessante aan kernwaarden. Want je kan zeggen, ja, ik wil graag open en eerlijk zijn. Dat vind ik ook een hele belangrijke. Open en eerlijk. Dus ik ben ook heel vaak open en eerlijk over heel veel dingen. En ik houd er ook niet van als iemand zegt, ja, je mag dit niet vertellen. Heb ik soms echt moeite mee, hè? Dat ik denk, ja, ik weet iets. Ik ben gewoon in gesprek. En dan, eigenlijk is het niet netjes om te delen. Of heeft iemand het in vertrouwen? Zeg maar, ja, niet iets persoonlijks, maar meer werkgerelateerd verteld. Van, oh ja, dit is onder embargo. Dat heb ik laatst ook. En dan zit je met mensen te praten en die vraag je dan, ja, waarom doen we eigenlijk dit en dit en dit? Ja, ik weet het wel, maar het antwoord is onder embargo. Dus soms zeg ik ook wel eens, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Dus ik mag niet zeggen, maar geloof me, dit is goed. Soms, soms is het ook nodig dat je dit natuurlijk erover hebt. En dat is, vind ik, het moeilijk, want die open en eerlijk, een kernwaarde van mij, die wordt soms door anderen gechallenged. Dus zeggen, ja, maar dit is onder embargo. Terwijl je soms denkt, ja, maar deze informatie, hoe spannend is dit? Weet je, wees nou gewoon open en eerlijk van, jongens, we zijn aan het denken om dit te gaan doen. In plaats van, ja, we zijn nog aan het analyseren en de rest van de wereld hoeft het niet te weten. Nee, je hoeft niet te roepen, wij gaan dit doen. Maar je kan wel als iemand, als het waarde toevoegt, kun je wel zeggen, goh, hé, we gaan A en B doen. Dat heeft waarschijnlijk impact op jullie. Maar we zijn nog aan het kijken hoe en wat. Dus als jullie een keer van gedachten willen wisselen, kom dan gerust met ons toe. Want je haalt dan informatie op, creëert minder weerstand.
Want vaak mensen die niet betrokken zijn, die vinden om een idee te accepteren moeilijker. Terwijl mensen die, terwijl hè, een consultancy iets, goh, we hebben het antwoord al. We weten dat dit het beste is, maar als we het antwoord direct krijgen van je moet A doen, dan komen we niet. Dus wat gaan we doen? Een creatieve sessie waar we post-its gaan schrijven. En voor alle mensen die consultants inhuren, hey, dit komt bekend voor. Wij gaan een post-it schrijven, allemaal de dingen schrijven. En dan staat die consultant toevallig de post-its te verzamelen. Die groepeert ze dan en die stuurt daar dus mee de dialoog ook. Van, goh, hey jongens, dit is interessant en dat is interessant en de zus is interessant. En er vraagt dan wat dingen uit. En natuurlijk merkt de consultant op, hey, die zit al een beetje op de lijn van mijn gedachten. Dus die zorgt dat het woord dan naar een bepaald persoon gaat, zodat het idee wat de consultant al lang had en waarschijnlijk al uitgewerkt heeft op papier, dat het idee magischerwijs naar de rest van de groep toe gaat. Wauw. En iedereen denkt, wauw, we hadden echt een goed idee, een goede sessie. Ja, het was allemaal uitgekoud, waarschijnlijk lagen de documenten al klaar. Die consultant had dan, ja, dat werk ik wel even uit op papier en dan hoor je in een week niks. En dan ineens ploep in je inbox. De kans is best aanwezig dat, nou, misschien staat het nog niet helemaal op papier. Dat is meestal bij mij het geval. Ik papier zetten, weet je, de ideeën zijn er wel, maar papier zetten ben ik altijd wat langzamer mee. Maar waarschijnlijk had hij zonder die sessie ongeveer hetzelfde op papier kunnen zetten. En het kan ook zijn dat nog wat toevoegingen zijn. Maar ja, als je natuurlijk dat idee hebt en je zit in die lijn, is het makkelijk om dingen die additioneel die misschien niet eens besproken waren, te slikken van, oh ja, ja, dat is eigenlijk wel goed, dat zit ook in lijn met dit en, oh ja, dat was een goed idee van ons. En ineens is het idee van ons. Nou, terug naar die kernwaarden. Dus voor mij gezondheid, energiek, open en eerlijk. Dus werken aan mijn gezondheid, open en eerlijk zijn. Dat zijn toch wel hele belangrijke kernwaarden voor mij. Daar heb ik voor mezelf ook gezegd, ik wil meer vanuit mijn gevoel en minder uit mijn hoofd, hè. Dus leven vanuit wat goed voelt. Wat voelt goed op dit moment? Dat is voor mij moeilijk, want ik doe denkwerk. Ik heb geleerd om te denken en niet zozeer om te voelen. Nou, dat is dus wel een uitdaging, maar dat is wel iets waar ik graag aan werk. Dus ik probeer daar ook bewust mee bezig te zijn. Nou, kijkende naar mijn hele verhaal hier. Wat heb ik dan van dit alles geleerd? En eigenlijk kom ik dan terug op eerdere podcast. Hè? Een echte cowboy valt minimaal 7 keer van zijn paard. En dat is natuurlijk ook met kernwaarden. Het gaat er niet om dat je een keer van het pad afvalt. Hè? Dus dat je zegt, shit, ik wil gezond en energiek zijn. En ik ben nu aan het snoepen en drink cola, cafeïne en weet ik veel wat. En ik doe eigenlijk alles en ik sport niet. En dat je op een gegeven moment gewoon kan zeggen, oké, heb het een week gedaan. Nu ga ik weer terug en we gaan weer werken aan die gezondheid. Niet makkelijk. Maar als je die keuze kan nemen en je houdt dat vol, dan kom je er echt wel. En daartegenover staat natuurlijk ook een bepaald stukje met weerstand. Hè? Weerstand is leerstand. Hey, ik heb hier niet zo'n zin in. Je voelt weerstand. En als je dus open gaat staan, oké, wat valt hier te leren? Waarom heb ik hier weerstand op? Dat is misschien een hele belangrijke vraag. Een super interessant onderwerp, kernwaarden. En we hebben ze allemaal. Mocht je nou meer willen weten over kernwaarden, neem dan gerust contact met mij op. Dan kunnen we een leuk gesprek over aangaan. En ik durf te wedden dat onze kernwaarden dienen ons, maar zitten ons soms ook in de weg. Het is een soort yin-yang verhaal. En leven naar je kernwaarden, dus bijvoorbeeld open en eerlijk zijn voor mij, is super moeilijk, omdat je niet altijd open en eerlijk kan zijn. En soms betekent dat je, als je open en eerlijk bent, dat je iemand pijn gaat doen. Omdat je niet zegt, ja, ik wil niet iedereen blij maken. Nee, ik wil open en eerlijk zijn. En wees er dan ook eerlijk in van, ik ga je nu iets vertellen. Omdat ik het belangrijk vind om open en eerlijk naar jou te zijn. En zeg het dan vanuit je eigen persoon. Vind ik zelf ook heel moeilijk. Dus voor de mensen die denken, ja, maar Menno, je doet het ook niet altijd. Nee, maar ik ben er wel mee bezig om het zoveel mogelijk te doen. Om zo veel mogelijk naar die kernwaarden toe te leven.
En soms moet je ook het juiste moment vinden. En soms komt dat juiste moment nooit. Dus dat is een balans waar je mee moet leven en waar jij je gevoel moet volgen. Nou, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Mocht je nou meer willen weten, check dan mijn Instagram, Menno van Wieringen. Kan je me gewoon vinden als het goed is. Je kan me daar ook contacteren als je wat wil weten. Of als je zegt, hey Menno, kan je een keertje hierover praten? Helemaal prima, hartstikke leuk. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.